De Arnhemse Raad besloot om het winterprotocol voor daklozen in te laten gaan bij 0 graden in plaats van min 5. Raadslid Ria de Vries legt dit uit. Het winterprotocol wordt ingezet op het moment dat het min 5 is. En dan mogen alle daklozen mogen naar binnen, maar die mogen dan ook overdag naar binnen. Waardoor de instanties die zeg maar opvangen beter op elkaar aansluiten, zodat ze niet heel lang buiten zijn. En dat was dus bij min 5 inderdaad. En de motie die u ingediend heeft vanavond unaniem aangenomen. Nu wordt dat 0 graden. Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat we de afgelopen jaren gezien hebben dat als het min 5 is en mensen zijn nog steeds buiten, dat er een grote kans is op onderkoeling. En vorig jaar is er ook iemand heeft bevroren tenen gekregen, waardoor wij dachten van nou, min 5 is echt veel te koud. Dat had inderdaad te maken met het te laat ingaan van het winterprotocol. Ik heb juist begrepen vorig jaar dat we een test hadden met plus 5 graden. Klopt dat? Ja, we hebben toen een motie ingediend voor een onderzoek, omdat we toch alsmaar geluiden horen dat de mensen buiten sliepen. En dat we met dat onderzoek wilden kijken of de daklozenopvang voldoende was. En in die tussentijd hebben wij gevraagd om het winterprotocol omhoog te doen. Zodat in ieder geval in die tussenliggende tijd mensen eerder naar binnen konden. Ja, dat beviel ook voor mij niet helemaal. Er kwamen mensen weer van heinde ver om hier naar binnen te kunnen. Dus die 0 graden was voor u een goed alternatief. Nou, we hebben ook wel gekeken in de steden hieromheen. En daar is ook het winterprotocol op 0 graden. Want anders krijgen we hier een aanzuigende werking. En dan zit hier de daklozenopvang in de winter ook vol. En dat kan eigenlijk niet. Ja. Nou ja, in ieder geval iets concreets wat we nu voor de dakloos gedaan hebben. Dus al lang nu onderwerp van discussie in Arnhem. Gaat u de komende tijd daar nog mee verder? Of wat zijn uw vervolgstappen? We hebben vorige week het agenderingsverzoek gehad. Mm-hmm. En daaruit bleek ook dat er toch nog mensen buiten slapen. Niet omdat er geen plek zou zijn, maar omdat mensen niet in staat zijn om in grote groepen te leven. Mm-hmm. En voor die groep willen we wel nog iets anders doen. Dus we gaan een agenderingsverzoek plannen in januari. Binnenkort zal de gemeente verder spreken over de dakloze problematiek.